als hij een mobilisatie afkondigt, dan moet hij dus uitleggen dat het van een speciale militaire operatie, waarvan we dachten dat die in 3 dagen compleet zou zijn, veranderd is in een oorlog die bijzonder lang kan gaan voortduren. Dat zal de Russische bevolking niet op prijs stellen. Ik begreep dat nu al in de afgelopen weken tal van mensen die de mogelijkheden en het geld hebben om hun eventueel dienstplichtige zonen te laten vertrekken uit Rusland, dat van die mogelijkheid al gebruik hebben gemaakt. Hmm. Wat ik ook zou hebben gedaan, eerlijk gezegd, als ik in Rusland had gewoond. Het verlossen, kunt u mij horen? Ja, sorry, ik had even een flesje water. Nee, geen probleem. Neem je tijd. Ik pak ook even zo'n snoepje. Ja, nee, er wordt enorm geluld over die 9e mei, maar ik zie niet precies in wat voor belangrijke mededelingen Poetin op 9 mei zou kunnen doen, behalve een kletsverhaal dat hij eigenlijk gewonnen heeft, of dat het vlot loopt, of dat alle beoogde intenties gerealiseerd zijn, zoiets. Maar goed, je weet, die lui die liegen per definitie dat het gedrukt staat, is de buurvrouw. Ja. Even de geschiedenis van 9 mei, want het is eigenlijk de dag dat ze de overwinning vieren op Nazi-Duitsland. Ja. Precies. En dat komt omdat die in Berlijn is het, Was het 8 mei 's avonds? 8 mei 's avonds, maar je begrijpt dat natuurlijk Moskou voorliep op... 11:01 in de avond wordt in Berlijn inderdaad de Duitse overgave op 8 mei. Dat is een heel mooi moment in die film Patton. Ik geloof dat ik al eens eerder hebben we het over de film Patton gehad. Daar zit dat ding ook al. Die zaal waar zich dat heeft afgespeeld, die is er keurig nog steeds goed onderhouden. Voor het gebouwtje staat ook een T-34 tank. Kan ik even snel... Ga je gang, doe maar. Ja, dit is de man die ons voedsel kon bezorgen. Ik weet niet, ik mag natuurlijk niet zeggen van welke firma... Oh, die komt ook echt voor jou? Ja, dit is voor... Nou, niet voor mij dus. Maar ik ga daar helemaal niet over. Mijn echtgenote gaat daarover. En we mogen natuurlijk, het is een bekende supermarkt die op die manier mensen thuis voedsel bezorgt. Ja, je ziet, het is... Je hoeft dit niet aan te nemen. Nee. Dat wordt geregeld nu. Ja, dat wordt geregeld, ja. Oké. Patton, daar had jij het over. Daar zit die zaal waar die capitulatie plaatsvond. En eigenlijk had de capitulatie nog weer eerder plaatsgevonden, namelijk in Reims. En daar waren ook hoge, was iedereen aan. Er was ook een hoge Russische officier bij bestaan. En was toch pisneidig dat het in Reims was. En dat eigenlijk Eisenhower daar natuurlijk de hoofdrolspeler was. Die zei, ja, dat is allemaal mooi. Maar wij hebben toch de grootste prestatie geleverd. Wat op zichzelf juist was. Dus ik wil het nog een keer officieel met iedereen, Zhukov en zo, in Berlijn doen. En zo is het ook gegaan. En dan, Patton wou dat eigenlijk, die wou niks met die Russen, want die was eerder op de hand van de Duitsers dan op dat hij iets met die Russen wou natuurlijk. En nou ja, het is ook met de wodka is het ook een leuke scène. Ja, het helemaal precies weet ik het niet. Hè. Patton blijft zo'n voortreffelijke film. Volgens mij was het scenario van Patton van Francis Ford Coppola, die zijn vak verstaat. Ik weet niet of hij nog leeft, eerlijk gezegd. Ja. Maar Stalin heeft toen op die dag van de overwinning in 1945... Maar goed, omdat de tijdzone is natuurlijk... Dus in Moskou was het al 9 mei. Vandaar dat het in Rusland altijd op 9 mei gevierd wordt. Ja. En Stalin heeft het toen 1 keer gedaan in 1945. Die met grote parades en liederen en vuurwerk. Ik geloof dat zoek of toch een wit paard. Je moet weer de dingetje even vasthouden. Want dat is, anders moet je deze microfoon geven, want deze kabel heeft dat minder. Gaat die weer kraken? Ja, als je hem loslaat, gaat die kraken. Oh, jeetje. Ja, sorry, het ligt aan de kabel, hoor. Dus... Ja, je ziet, dames en heren, dat we nu al zoveel podcasten gemaakt hebben, dat de apparatuur ernstige slijtage vertoont. Ja, vooral dus dat gekraakt ben ik niet, dat is de apparatuur. Ja, ik meen dat Zhukov toen op een wit paard zat, maar dat beviel Stalin helemaal niet. Dus die Zhukov is toen ook weggepromoveerd en zo. Nou, altijd dat de onbeschrijfelijke, lullige, kinderachtige, leugenachtigheid van die systemen, daar ben je altijd weer verbaasd over. Dat blijft zoiets wonderlijks. Dat ze niet structureel niet in staat zijn. Laten wij toch ook niet die... Waarom geloofde ik bijvoorbeeld in alle opzichten niet wat de Amerikanen over Oekraïne zeiden? Omdat ze natuurlijk de tijden van de Irak-oorlog de hele wereld bij elkaar gelogen hadden. Het was allemaal één grote stapel van leugens. Dus je denkt van ja, die doen ook niks anders. Ja, dat,
Het is wonderlijk dat overheden dat zo'n enorm leuk idee vinden om overal leugens over te vertellen. En je weet zelf, het komt vroeg of laat altijd uit. Ja. En dan sta je daar in je blote kont als leugenaar. Ja. Ik moet nu denken aan dat idee van Trump dat hij raketten wilde afvuren op die Mexicaanse drugskartels. En dat hij dan zei, we ontkennen het gewoon als ze vragen of wij het gedaan hebben. Nou ja, dat wist ik niet eens. Dat staat in een boek volgens mij van een oud defensieman die onder hem gewerkt heeft. Ja, je hebt een aantal presidenten die waakten de gekste dingen. Ik weet niet, ik geloof dat ook Nixon toen hij was uit zijn humeur en er was iets gebeurd. En die ging toch ook Syrië bombarderen. Maar dan, ik geloof ook dat het lui die dat dan uit moesten voeren met elkaar afgesproken. We laten het maar lullen. We doen het gewoon niet. Want ja, dat kan heel gevaarlijk zijn. Je ziet ook, hou op met die presidentiële systemen. Het is niks gedaan. Er komt altijd ellende van. Kijk nou naar dat stomme Rusland met die Poetin. Hè? Ja. Als dat een gewoon kabinet was geweest waar iedereen een stem in had, dan was het allemaal nooit gebeurd. Kortom, als Rusland een doodnormale democratie was geweest, misschien een beetje rommelige democratie, alleen was het natuurlijk allemaal niet gebeurd. Ja. En na Stalin is er toen een hele tijd niet geweest, hè? Die parades van op die dag van de overwinning? Dat wist ik niet, maar tegenwoordig wordt er wel werk van gemaakt. Sinds Poetin weer aan de macht is, heeft hij het weer opnieuw leven gedaan? Het was daarvoor ook al op grote schaal. Er was nog dat bekende verhaal van al die bommenwerpers die ze zogenaamd hadden. Maar die vlogen dus over het Rode Plein en maakten ze een hele grote bocht. En dan kwamen ze weer terug, zodat de buitenlandse waarnemers zeiden, oh jee, miné. Ja, tot iemand zo groot om eens uit te zoeken hoe dat eigenlijk precies zat. En, nou ja, ook daar werd je dus belazerd waar je bij stond. Ja. Kijk, de meeste landen, ook als ze in feite militair geen bal voorstellen, een aantal duizenden militairen kunnen ze wel enorm goed leren marcheren. En ze hebben van die indrukwekkende petten op en zo. Ik bedoel, schone schijn, daar zijn het altijd goed in. Het is altijd wel een hele lollige militaire blaaskapel te vinden. Maar vechten is toch weer een heel ander chapiter. Hebben we nu in de Oekraïne zo opmerkelijk en op zichzelf positief stemmend gemerkt. Maar tijdens het uiteenvallen van de Sovjet-Unie daarna in de jaren 90 is die dag van de overwinning. Volgens mij, nou, dat zou kunnen dat het in, laten we zeggen, in de troebele jaren 90 dat het niet gebeurd is. Hoewel, ik heb er totaal niet op gelet. Het is, waarom zou Jeltsin het niet ook hebben gedaan? Ik bedoel, het op zichzelf, als je daar even over nadenkt, is natuurlijk het verslaan van de Weermacht in tussen 41 en 45 is de grootste prestatie die de Sovjet-Unie ooit geleverd heeft. Ja. Die niet alleen natuurlijk het land zelf getraumatiseerd heeft. Het is de vraag of de Sovjet-Unie daar eigenlijk ooit overheen gekomen 27 is. Miljoen mensen hebben het leven gekomen. Het is verschrikkelijk werk. Burgers en militairen natuurlijk. Maar ook voor ons was het van essentiële betekenis dat de Weermacht aan het Oostfront verslagen is. Ja. De Weermacht zou sowieso wel verslagen zijn ooit, maar het had veel langer kunnen duren. Je ziet dat de Tweede Wereldoorlog in twee fasen uit elkaar valt. Namelijk een fase waarin laten we zeggen, de asmogendheden steeds in het offensief zijn. En dan de laatste twee jaar van die oorlog. Ja, waarin de asmogendheden gewoon weggeproduceerd worden. Uiteindelijk is ook de Tweede Wereldoorlog een productieslag geworden. Ja. Grote Vaderlandse Oorlog noemen ze net, maar in ieder geval die dag van de overwinning is wel op 9 mei vastgesteld, maar niet ieder jaar dus gevierd. Tenminste, dat is wat ik heb gezien op Wikipedia. Ach, dat zou best kunnen, ja. Ik kan me daar iets voorstellen natuurlijk, dat die in die totale chaos van de jaren 90, dat het niet zo'n populair onderwerp is was om daar nog eens fijn over dat plein te gaan rijden. Maar het heeft niet meer zoveel te maken denk ik met herdenken, maar vooral met machtsvertoon, toch? Ja, met Mars vertonen. En het is een referentie aan wat ik al zei. De belangrijkste prestatie die de Sovjet-Unie geleverd heeft. Namelijk dat ze een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de geallieerde overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Dat het een boevenregime was. Ja, dat is vaak met boeven vangt men boeven. Is het ook weer. Ja. Zo is het wel gegaan. Ja. Maar ja, wat zal hij zeggen? Wat hij zal zeggen, je weet van tevoren al dat hij daar niet de waarheid gaat spreken. Hij gaat daar niet zeggen, het is me bitter tegengevallen. Ik heb spijtens haar op mijn hoofd, had ik het me nooit gedaan. Had ik liever naar die Verossum geluisterd, was een stuk beter geweest. Nee, dat gaat hij niet zeggen natuurlijk. Je hebt natuurlijk, het is allemaal speculatie, we nemen dit op voordat die dag is. Maar er zijn ook mensen die zeggen van hij gaat daar een grote mobilisatie afkondigen. Nou, dat wordt gezegd, maar dat weten we totaal niet. Want als hij een mobilisatie afkondigt,
Dan moet hij dus uitleggen dat het van een speciale militaire operatie, waarvan we dachten dat die in 3 dagen compleet zou zijn, veranderd is in een oorlog die bijzonder lang kan gaan voortduren. Dat zal de Russische bevolking niet op prijs stellen. Ik begreep dat nu al in de afgelopen weken tal van mensen die de mogelijkheden en het geld hebben om hun eventueel dienstplichtige zonen te laten vertrekken uit Rusland, dat van die mogelijkheid al gebruik hebben gemaakt. Hmm. Wat ik ook zou hebben gedaan, eerlijk gezegd, als ik in Rusland had gewoond. Ja, maar hij heeft waarschijnlijk ook niet genoeg mensen. Geen lolletje om te bedenken dat je zoon in een totaal zinloze, halfgare oorlog moet gaan sneuvelen. Nee, en eerst moet hij opgeleid worden waarschijnlijk. Dus dat kost ook een paar maanden. De opleiding van veel personeel in het Russische leger, die laat ook veel te wensen over. Je ziet trouwens dat vechten is moeilijk. Georganiseerd vechten is nog moeilijker. Goed georganiseerd vechten is een hele lastige onderneming. Daar heb je jaren voor nodig om zo'n machinerie op te bouwen. Hmm. Nou, wat heb jij gelezen over hoe dat in Rusland gaat, dat opleiden? Nou, het is eigenlijk anders. Ik heb zelf 4 maanden in dienst gezeten. Daar heb ik het wel eens over gehad, dacht ik. Ja. En ik heb altijd gedacht, bij een zo totaal dysfunctionele organisatie, als er ooit oorlog komt, dan kunnen we veel beter meteen een witte lap zien te vinden ergens in huis en aan een stok zeggen dat we ons onmiddellijk overgeven, want dat wordt niks. Dat Nederlandse leger. Ik was er niet van onder de indruk, moet ik je zeggen. En toen las ik jaren later een stuk over het Russische leger. En hoe slecht dat was. En wat een zooi dat was. En corrupt. En dat er niets werkte. En dat als er inspecties waren, dat omdat het gras overal dood was bij de kazernes, werd het gras groen gespoten met een verfbusje. En nou ja, ik dacht, nou, als het zo is, dan wordt die derde wereldoorlog, dat wordt wel een heel wonderlijk conflict, nietwaar? Met die volkomen incompetente legers aan de westkant en die even incompetente legers aan de oostkant. En dan zie je natuurlijk wat je in veel oorlogen ziet, dat de vechtende partijen geleidelijk aan leren hoe ze moeten vechten. En dat je goed de klos bent als je aanvankelijk een partij hebt die verdomd goed kan vechten. Dat is de Weermacht die Frankrijk in 3 weken onder de voet liep in 1940. Ja. Wat was er dan anders in de Tweede Wereldoorlog aan het einde daarvan dat het Rode Leger die Russen of die Duitsers toch kon terugdringen? Nou, dat interessant is, er zijn ook goede cijfers over bekend. Dat bijvoorbeeld als bij Barbarossa, als dus de Weermacht de Sovjet-Unie aanvalt, juni 1941, dan is het tankverlies bij de Russen vergeleken met dat van de Duitsers iets van 1 op 10. Dus bij elke Duitse tank die verloren ging, gingen er 10 Russische tanks verloren. Ten slotte, in 1945, als het Rode Leger oprukte richting Berlijn door Polen heen, dan is het 1-1. Dus ze hadden vrij goed bekeken hoe die Duitsers dat deden, hoe die hun materiaal gebruikten. Ondertussen hadden de Duitsers natuurlijk enorm veel materiaal verloren en hadden heel veel getraind personeel natuurlijk ook verloren in al die eindeloze oorlogen die Hitler zich op de hals gehaald had. Maar feit is dat ze vrij goed in de gaten hadden hoe je het aan moest pakken. En hoe belangrijk dus attente luchtsteun is. Dat is ook in de Oekraïne voortdurend hetzelfde. Dat die Russische luchtmacht nog steeds niet de superioriteit in de lucht heeft bevochten. Wat die mensen had verwacht in feite. Hey, SD-kaart is full. Ja, dat klopt. Dus altijd na een 3 kwartier. Zo lollig dat hij dan een symbooltje van een jerrycan laat zien. Ja. Ja, dat is wel vrij. Dat zie ik dus nooit. Een wonderlijke metafoor. Die schil, denk ik. Ik heb die hele jerrycan volgeluld. Ja. Wat zag je daarvan? Ja, dus de accu doet het dan nog wel met kaartjes vol inderdaad. Ja. Ja. En Poetin kan natuurlijk ook zeggen, nu heeft hij nog de controle om het einde van de oorlog natuurlijk zelf te bepalen. En als hij een oorlog afkondigt. Nou, dat weten we helemaal niet of dat zo is. Je hoort steeds ook wel uit de Oekraïne dat er toch bepaalde dingen, Gerson bijvoorbeeld, moet bevrijd worden. Dat gaan ze niet accepteren. Want dan zou Poetin natuurlijk zeggen, ja, wapenstilstand op basis van de huidige posities. Ik weet niet of de Oekraïne daarmee akkoord zal gaan. Je hoort toch ook uit Engeland en de Verenigde Staten. En ik ga even, die noem ik met opzet, omdat zij natuurlijk de beste apparatuur hebben om erachter te komen wat er eigenlijk precies gebeurt. Verder alle eer voor onze deskundigen in Nederland. Maar die Amerikanen en Engelsen lijken heel goed geïnformeerd over wat er gaande is. En die zeggen ja dat een overwinning van de kant van de Oekraïne niet uitgesloten is.
we hebben het al eerder gehad over de vraag wat een overwinning precies voor gevolgen zou moeten hebben. Omdat natuurlijk overwinning of geen overwinning, Rusland blijft daar liggen. En ook als Rusland zou verliezen, dan moet je toch een vorm zien te vinden waarbij het niet over 5 jaar weer met dat gekloot kan beginnen. Hè? Want we hebben natuurlijk 2014 gehad, we hebben nu 2022 en wie weet, ja, als de wonden geheeld zijn en de nieuwe tanks, en ze hebben uitgevonden waarom het helemaal niet functioneerde allemaal en waarom die T-72 zo makkelijk op te blazen viel enzovoort enzovoort, dan beginnen ze weer overnieuw. Dat weet je niet. Maar nu hebben ze als ze die rare imperiale ambities, als ze die behouden, ja, dan kan het. Dan zit je dus steeds met die. Hè? Dan zie je, Europa is eigenlijk een soort zonnige dag, maar je ziet aan de horizon. Zie je enorme wolkengevaarten die elk moment bij de verkeerde wind weer deze kant op zouden kunnen komen. Ja, er zijn ook mensen die hebben die speeches een beetje geanalyseerd, hè, van Poetin de afgelopen jaren op die 9e mei. En het was, nou, 10 jaar geleden nog vrij gericht op het Westen en de laatste jaren steeds meer, ja... Ja, dat is duidelijk. Permanente staat van oorlog. Ja, zeker. Hij heeft tenslotte gekozen voor een agressieve aanpak. Omdat hij van mening is dat die belazerd is en dat immense expansie van de NATO, dat nooit had moeten gebeuren. En op het moment dat hij natuurlijk het idee kreeg van het zou wel best eens wel kunnen dat bijvoorbeeld Georgië en Oekraïne ook lid van de NATO zouden kunnen worden, omdat de Amerikanen dat, die stomme eikel van een Bush junior, een onbewaakt moment had gezegd, ondanks alle waarschuwingen van zijn Europese bondgenoten. Ja, toen heeft hij gedacht, waarschijnlijk ook wel verkeerd geïnformeerd over de toestand in de Oekraïne. He, dat ze met gejuich zouden worden binnengehaald en dat ze toch eigenlijk Russen zijn enzovoort. Toen heeft hij gedacht van weet je wat, ik ruim het op. Ik ruim deze dreiging op, want als ik de Oekraïne eenmaal bezet heb, of althans daar een ons welgevallen regime heb geïnstalleerd, dan is het probleem opgelost. Ja, dat is... Alleen is maar de vraag, kijk, hij had natuurlijk een welgevallen regime, dat was Janukovic. En dan heb je die opstand natuurlijk, dat Maidan. Eerst heb je die Oranje Revolutie al gehad met die Yushchenko, weet je wel, die man die vergiftigd was. En toen had je, nou ja, we moeten dit misschien een keer systematisch historisch analyseren. Ja, en natuurlijk, ja, de problemen zijn eigenlijk ontstaan in de jaren 90 natuurlijk. Toen de aanvankelijk hebben, is er een constructie waarbij de Amerikanen spreken van een partnership for peace, waarvan al die landen in Oost-Europa en zo, en eventueel ook onder ex-onderdelen van de Sovjet-Unie lid van kunnen worden. Maar tenslotte verandert het beleid en besluiten ze, laten ze dat partnership for peace eigenlijk voor dood langs de weg liggen en besluiten ze toch a tempo de NATO uit te breiden. Het begint dan met Hongarije en zo en dan tenslotte komen er nog vanaf 2004, ik doe het even uit het hoofd, nog een heleboel landen bij. En nou ja, dat is door de Russen is dat natuurlijk hoog opgenomen. Vooral bijvoorbeeld de drie Baltische republieken, die natuurlijk traditioneel een onderdeel van de Sovjet-Unie waren. Heel even zelfstandig waren geweest in het interbellum, maar natuurlijk in 39 weer waren opgeruimd als zelfstandige landen. Dus jij snapt de Russen wel? Nou, ik snap ze niet in de zin, laat ik het nog eens memoreren deze unieke avond, dat ik zei dat ik dacht dat die het niet zou doen. Om de eenvoudige reden dat mij eerlijk gezegd een vrij risicovolle onderneming leek. En dat je het altijd als je oorlog voert, als je even nagaat de afgelopen 25 jaar zijn er al zat voorbeelden te noemen. Dat het altijd heel anders loopt dan jij denkt dat het zal lopen. Omdat je natuurlijk veel te optimistisch bent over de goede afloop. He? Wat je bij veel criminelen ziet. Want dan gaat wat dukken, lekker diefstalletje. He? Kraak even de achterdeur, dan neem het zo mee. Ja, blijkt er altijd een wilde kat te huizen of zo, weet ik veel wat. Er is altijd wat. Nou, hij ook, hij bleek heel slecht voorgelicht te zijn. Ah, dacht hij natuurlijk dat zijn eigen leger goed functioneerde. Nee dus. Ja, dat is vrij stom, dat je dat kennelijk niet in het snotje hebt. Dat betekent toch dat je slecht bent voorgelicht of dat je je er niet serieus in verdiept hebt. Er zijn allemaal van die foto's van Poetin, zo'n geweldige verrekijker bij hoe heet het, oefeningen. Ik las laatst een heel verhaal over oefeningen, dat ook daar logen ze
En bedrogen ze dat een lieve lust had. Dan zeiden ze dat ze, weet ik, het 100.000 man per vliegtuig hadden aangevoerd. Dat bleek allemaal helemaal niet waar te zijn. Geallieerden eerst nog wel in rommelen erin. Die Russen, wat die kunnen. Nee, die kunnen dus. Ze hadden het kunnen weten, de Russen kunnen niks eigenlijk. Denk aan de Tweede Wereldoorlog, waar het een jaar van gruwelijke verliezen heeft gekost. En omdat het een zo groot land is, met zulke grote reserves, anders was het in 1941 gewoon afgelopen geweest. Ja, Zelensky heeft nu gezegd, het wordt pas vrede als de Russen zich terugtrekken. Nou ja, tel uit je winst, dat gaan ze voorlopig natuurlijk niet doen. Nee. De roebel wordt al ingevoerd, hè, in de gebieden die ze in hun bezit hebben. Maar kinderachtige flauwekul natuurlijk. Ook zo. Onzin. Maar goed. Totaal zinloze, halfgare oorlog. Ga lekker naar huis koken. Veel beter. Twee weken geleden is de LPF op de fles gegaan. Althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden. Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum. En natuurlijk het échec van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk, wie gaat die ruimte opvullen? Download het luisterboek via de link in de beschrijving.